In Bergen op Zoom zijn weer tientallen zakken met drugsafval gedumpt. Een boswachter reed er langs en filmde het. Komt geen eind aan, honderden meters drugsafval in de berm van de Ruitershovenweg. Een weg langs de A58. Een maand geleden was het in Bergen op Zoom ook al raak. Toen werden er 80 zakken met afval langs de weg gedumpt. En ook dat filmde de boswachter toen. En die boswachter is Erik de Jonge, heb ik nu aan de telefoon. Ja, meneer de Jonge, wat denkt u als u al dat afval ziet liggen? Ja, daar baal ik natuurlijk enorm van. Ik werk in een prachtig gebied op de Brabantse Wal. En als dat vervuild wordt met zoveel drugsafval, dan baal je daar gigantisch van. Dat kan niet anders. Ja, zien we natuurlijk vaker, hè, in Brabant, in het buitengebied, dat dit gebeurt. Is er iets tegen te doen, denkt u? Ja, ik denk dat er zeker een aantal dingen tegen te doen zijn. Liefst natuurlijk aan de voorkant van het probleem. Dus dat het drugsbeleid en de drugscriminaliteit aangepakt zouden worden. Alleen daar kan ik weinig aan doen. Wat we aan het afvalprobleem zouden kunnen doen is volgens mij een proef doen in ieder geval met cameratoezicht. Om een aantal hotspots in het buitengebied, om daar camera's op te hangen. En te proberen zo de pakkans van de daders te verhogen. Ik geloof ook heel erg in een publiekscampagne. En gelukkig heeft de provincie al plannen gemaakt om daarmee aan de slag te gaan. Dus om voorlichting te geven over hoe kan je afvaldumping voorkomen. Wat kan je doen als je het ziet gebeuren. Maar ook gewoon bewustwording dat het niet normaal is om dat in de natuur afval te gooien. Ja, en daarnaast denk ik ook gewoon investeren in handhaving. Dat er voldoende boswachters en handhavers in het buitengebied aanwezig zijn. Ja, mooie plannen allemaal. Maar hoe haalbaar is het, denkt u? Ik denk dat het zeker haalbaar is. Dat is alleen een kwestie van politieke wil en natuurlijk van wat centen. Alleen dit kost ook heel veel geld. Dus ik denk als we het geld op een goede manier inzetten. En zeker al dat geld wat nu van drugscriminelen afgepakt wordt. Dat is een enorm groot bedrag elk jaar. En ik vraag me altijd af, waar blijft dat? Dat kan heel mooi ingezet worden voor dit soort doeleinden.